ABAP-voorzitter Ronnie Brunswijk geeft met zekerheid aan dat de gang naar de Verenigde Volksvergadering niet nodig zal zijn om een president te kiezen. De VHP, ABAP, NPS en Percaya Luhur, die een nieuwe coalitie gaan vormen, komen volgens de officieuze uitslagen op 33 zetels. Eén te min om de president rechtstreeks te kiezen in de Nationale Assemblée. Maar Brunswijk is ervan overtuigd dat de president die uit hun gelederen komt niet in de VVV gekozen hoeft te worden. We nemen aan dat de VHP, zo is het dat de VHP de grootste partij is. En wij zeggen we ondersteunen het. We hebben niet gezegd dat hij president wordt. Wij hebben gezegd we ondersteunen hem. Ja toch, dat hebben wij hier gezegd van deze kant. We weten dat de NDP nooit 34 had. Maar toch waren ze gekozen in het parlement. Ik, Brunswijk, kan ervoor zorg dragen dat wij in het parlement gekozen worden. Voorzitter Paul Somoharjo van Percaya Luhur gaf bij de ondertekening van het samenwerkingsverband aan dat hij namens zijn partij de ministerspost van Binnenlandse Zaken zal bekleden. Hij bracht in herinnering dat dissidenten van de PL de afgelopen 5 jaar de dienst hebben uitgemaakt op dit departement. Nu wordt het tijd voor een nieuwe wind, vindt Somoharjo. Het is aan de PL toebedeeld. 2 ministeries. Binnenlandse zaken en sociale zaken. Je weet wel, sociaal is de kracht van de partij. En juist de toeval wil hebben dat PL het beheer krijgt van waar de verraders genesteld zijn. Inderdaad. Dus, wie ook daar mag zijn op Binnenlandse zaken, wees niet bang, wees niet angstig, zoals Brunswijk het vertaald heeft. Wij zijn niet rancuneus, maar ga het verraad niet voorzetten. Want ik wil zetten verraad door, dan je bok zang aan mij. Want mij persoonlijk ooit ik Binnenlandse zaken. Mij persoonlijk ooit draai Binnenlandse zaken. Nogmaals, ik herhaal. Nog wat dat verraad gaat door. Gaat ons niet dwarsbomen. Gaat ons niet dwars liggen. Gaat geen drempels voor van nee. Werk mee. VHP-voorzitter Chandrika Persat Santokhi haalde aan dat de gezamenlijke oppositie een overwinning heeft geboekt op de huidige NDP-coalitie. Volgens hem is met het verkiezingsresultaat het grote doel bereikt, namelijk het bestuur van het land overnemen. De vraag is namelijk dat het doel zou zijn om Boutersen op te sluiten. Nogmaals, medewerkers, politiek sluit geen mensen op, regeringen sluiten geen mensen op. Ja, we hadden wel een doel om de NDP te verslaan. Dat had de collectieve doel, toch? En dat hebben we gedaan. Dat hebben we politiek wijs gedaan. Alleen kijk ik uit naar de acceptatie ook van de verlies. De acceptatie en de respectering van de verkiezingsuitslag. Ik hoop dat de regering zo snel mogelijk kenbaar maakt dat ze haar verlies accepteert. En dat ze de winnaars ook feliciteert. Dat zou goed zijn in de politici om dat te doen. Dat is gebruik ook. Niet dat we erom zitten vragen. Maar het zou goed zijn voor ook die nation binding. Dat we elkaar feliciteren, maar dat we ook die natie ondersteunen in die eenheid. Dat de verkiezing al geweest is, verkiezingsuitslag is al geweest. Respecteer ervan en laten we nu de anderen de kans geven om het land te gaan opbouwen.